Goedemorgen. Het is eindelijk zover. We gaan vandaag naar Manchester. Het is maandag en we gaan vrijdag weer terug. We vliegen pas om 4:30. Dus alle tijd om nog vandaag even dingetjes te regelen. En dat moet ook wel, want ik heb echt nog niks gedaan. Ik heb gisteravond even een beetje instaan pakken. En ik heb mijn koffertje daar liggen. Dat is voor de handbagage. Ik heb alleen handbagage mee. En dat is voor het eerst ook alleen handbagage meenemen. Dus dat vind ik al erg genoeg. Dus ik ga kijken hoe dat allemaal uitkomt. Ik neem echt zo min mogelijk mee. En ik ben juist iemand die neemt altijd 10 opties mee om aan te doen. En elke dag 3 andere setjes. Bij wijze van, ik ook elke dag een paar keer omkleden als ik wil. Maar goed, nu dus echt maar een paar shirtjes en 2 broeken of zo. Dat. Ik ga nu even... havermout valt bijna uit mijn bakje. Ik ga nu even eten. Ik neem havermout dus ook gewoon mee naar Manchester toe. Ik moet even extra halen, want het is een beetje op. Dus ik moet even een nieuw pakje halen. Een paar schepjes eiwitpoeder. Dus ik kan sowieso mijn ontbijt daar gewoon normaal eten. En de rest van de dag, ja, dat wordt gewoon een beetje uitzoeken en zo. En misschien kan ik in de supermarkt daar ook iets van kwark halen, zodat ik nog wat meer eiwitten binnenkrijg. Dat zal wel fijn zijn. En ja, daarnaast zijn we een paar dagjes. Daarna begint de prep. Dus ik wil er ook niet al te moeilijk over doen. Maar ja, ik wil het ook niet verpesten of zo echt in deze week. Zeg maar dat ik ineens gewoon echt dik aankom of zo. Dus ik ga wel een beetje gewoon opletten. En wie weet valt het wel reuze mee. We gaan het zien. Ik ben klaar, tenminste. Mijn haar is nog nat, maar ik denk dat ik het gewoon even aan de lucht laat drogen. De Mediamarkt gaat pas over een half uur open, want het is natuurlijk maandag. Super irritant. Maar goed, ik denk dat ik al mijn spullen wel heb. En het is nog ruim onder de 10 kilo, dus dat is mooi. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Hij is wel een beetje vol. En er moet nog haarformaat bij, want dat moet ik natuurlijk kopen. En reinigingsdoekjes moet ik ook kopen. Want ik ga niet kutten met mijn reiniging meenemen in kleine potjes nu. Dat moet gewoon met shampoo en zo. Dus ik ga gewoon eventjes een zakje met doekjes kopen, denk ik. Dat is wel handig. En ja, ik heb dit maar aangedaan met gewoon een lange broek. Want ja, het is hier heet. En daar is het natuurlijk straks niet echt bepaald heet. En nat en zo. Dus ik doe hier wel gimpjes bij aan of zo, denk ik. En dan overleef ik dat wel weer. Dus ik ga nu maar eventjes chillen totdat de Mediamarkt open gaat. Oké, ik ga nu eventjes naar de Mediamarkt. En ook even een wereldstekker zoeken. Kijken of ze die hebben voor een beetje een leuk prijsje. En anders loop ik even straks de Action. En ik moet eigenlijk ook nog geld storten. Alleen ik heb er geen zin in. Of ik moet iets eerder naar het station gaan. Want het is naast het station zo goed als. En om daar nu helemaal heen te lopen is wel super zinloos. Maar het is wel makkelijker op zich. Ja, ik ga denk ik wel iets in het station. Dan kan ik het wel doen. Maar ja, als het dan heel druk is, ben ik wel echt de lul, zeg maar. Maar goed. Laten we maar vanuit gaan dat het zo druk is of zo. Ik ga deze ook meenemen voor in het vliegtuig. Nou ja, waarschijnlijk halen ze dat niet. Dus waarschijnlijk is het eerder voor in de trein. Zal ik 2 meenemen? Die is ook echt lekker. Het is zo heet buiten dat ik me nu gewoon kapot zweet. Ik heb maar even een hemdje aangedaan tot ik wegga. Want ik heb nog best veel tijd. En dan zweet ik me helemaal kapot in de shirt voordat ik weg ben. Ja, dus straks even naar het station lopen. Waar ik ook niet echt om sta te springen. Want tegen de tijd dat ik daarheen moet is het echt dik 30 graden. En dan ga ik me echt kapot zweten. Ja. Leuk. Waarom is dat temperatuurverschil zo groot? Waarom kan het daar niet ook gewoon fucking mooi weer zijn? Dan kon ik in ieder geval gewoon een shortje aan. En ja, als ik nu een short aan doe, dan is het daar super koud. En dan lacht iedereen je uit met hoe je erbij loopt. Maar goed, ja, ik heb nu eigenlijk alles gehaald, alles gepakt. Niks meer te doen nu eigenlijk, behalve zo even lunch. Ik heb nog kiprijst en broccoli staan. En ik ga maar even tv kijken of zo, denk ik. Ik heb net mijn kiprijst en broccoli op. En het is nu bijna 1 uur. En ik ga om 2:30 hier naar het station toe lopen. En dan ga ik eerst even snel geld storten daar. Zit een IG-kantoor daar. Ik heb nu al best wel een glimhoofd, gewoon van de hitte man, maar ik ga echt niet steeds make-up bijwerken, dan heb ik echt geen zin. Dus ik zit te denken of ik niks vergeten ben, maar ik kan niks bedenken, dus het zal wel goed zijn. En ja, je kan daar ook alles kopen, dus in het ergste geval moet ik, weet je, als je tandenborstel vergeet, dan koop je daar maar een tandenborstel of zo. Maar die heb ik wel. En deo. En ik heb even een boekje gekocht voor in het vliegtuig. De L in zo'n kleine uitgave. Ik denk, oh, dat past makkelijk in mijn tas. Staat ik echt tepels? Kijk dan hoe ze op de voorkant staat. Hè? Dan zeggen mensen wat over sommige meiden op Insta staan. Dit staat gewoon op het tijdschrift. Daar zeggen we ook niks van. Maar ja, ik denk dat het wel
Het leuke is, dat was nu maar 3 euro, dus ik dacht, oh, waarom niet? Er staan echt nice foto's in trouwens. Ja. Die ga ik lekker in het vliegtuig even doorbladeren. En dan, waarschijnlijk red ik hem niet eens uit, want dan zijn we er al, zo snel gaat dat. En tijdens het stijgen en landen ga ik niet lezen, want dat vind ik echt niet chill. Dan zit ik echt zo om uit te kijken. Ik zit te wachten op het station in Tilburg. Mijn trein komt over, kleine 10 minuutjes al. Ik was wel erg vroeg, want de geldsoort ging eigenlijk heel erg vlot. Maar ik ben er en excited, all my shit. Nou, we zijn door de douane. Ik moest natuurlijk extra gevierd worden, omdat ik abs of steel heb. Huh? Daarom was het. Ja? Omdat ik abs of steel heb, werd ik extra gecontroleerd. Maar we zijn er door, dus we mogen gaan zo. Even een beetje tax-free shoppen of zo. Een beetje wat lekkers halen voor het vliegtuig. Ja, eindelijk door het borden heen en ja, het is fucking heet. En we mogen zelf via de trap het vliegtuig heen. Dat vind ik wel super leuk. Slaat nergens op. Alleen moeten we de handbagage even dumpen in het ruim. Want er was kennelijk geen plek meer. Dus dat is super kut. Want dan moeten we straks heel lang op de koffers wachten. Maar maakt niet uit. Life goes on. We zijn in het appartement en net even boodschappen gedaan en discussie gehad of uit eten gaan of niet. Conclusie, een deel wel en een deel niet. En ik heb net poptart gemaakt. Poptart is hier veel goedkoper dan in Nederland, dus dat is mooi. En niemand hier weet wat een poptart is, dus daar ga ik ze nogal kennis mee laten maken. Het ruikt hier nu al hemels. Vies. Ja, niet vies. Vind je dat vies? Nu denk ik... Smakelijk, hè? Ruikt hij terug? Ziet er vet leuk uit. Ja, heet smakelijk. Ga nou een foto maken. Oké, je gaat hier zo de kluis in en dan kan je in de kluis fucking chic eten. Wacht, het is fucking vet. Echt heel vet. Ja, het is helemaal jouw plekje. Het is echt heel vet hoor. Maak hem in mijn mens. Het is gewoon een kluis. Echt heel tof. Die deur ook. Nice. Ik ben helemaal vergeten om gisteren de vlog af te sluiten, dus ik dacht, ik ga gewoon verder vloggen vandaag. We zijn vanochtend al naar een school voor journalistiek geweest hier om een beetje te kijken hoe dat daar is en of ze nog tips hebben en dingen. Dat is super leuk en leerzaam en daarna gigantisch nat geregend. Morgen overmorgen wordt het veel beter weer, dus we gaan nu met een groepje naar een heel groot winkelcentrum hier in de buurt, waar ze onder andere Victoria's Secret hebben, dat soort dingen. Super leuk. En ze hebben net een taxi voor ons besteld, dus dat schijnt super goedkoop te zijn, omdat ze met 5 zijn. Dus ik ben benieuwd. Het zit dus zo hier. Super netjes. Oké, uiteindelijk waren de taxi super duur deze. Dus we zijn nu met de bus gegaan en het is een uurtje geweest of zo. En we rijden hier net en het is echt een gigantische winkelcentrum. Volgens mij is het grootste van Engeland of zo. Ik zal het wel even laten zien. Oké, dit is helemaal zo en het loopt nog helemaal zo met allemaal bruggetjes en het is echt, het lijkt niet klein, het is groot. Het is hier zo belachelijk groot. We gaan nu eerst naar de Victoria's Secret, die staat eigenlijk daar en ik vind het echt super tof. Ik ben er nooit geweest. Spannend, zo leuk. Het is hier echt absurd. Echt absurd. Als kamer van Victoria's Secret, pantenprint en al. Ik moest even het pashoekje open doen voor je. Heel chic. Echt heel mooi.
Oké, we hebben nu zien waar we gaan eten. Want kijk hoe groot. Dit is allemaal alleen maar eettentjes. Fucking belachelijk. En we weten nou niet waar. Ik heb wel wat bekende namen gezien, maar dat kent hier verder niemand. Want ik heb me natuurlijk verdiept in eten. Hier is de TGI Fridays. Staat me iets waarbij er ook echt iets bekends is. Maar dat is, ik weet ook helemaal niet wat dat is. Is dat niet een club of zo? Nee, je kan er wel, ik weet niet. Is dat niet de bioscoop? Oké, we zitten weer in de bus en we zitten bovenin in de dubbeldekker. Helemaal vooraan. Dit gaat echt fucking raar zijn hoor. Als hij rijdt. Ik ben benieuwd. Ja, maar we zijn net terug in Manchester. Gaan even wat lekkers halen. En ik heb hier een bakje mango, maar die is 30 pence. Goedkoper dan een hele grote bak meloen. Die. Zal ik ze allebei nemen? Of deze, dit is ook leuk. Ik neem deze. Ananas is ook lekker hoor. Ja, maar dan vind ik minder lekker. Zijn die granaatappel? Dan neem je die. Nee. Ja. Kijk, minicorns, die zijn cute. Allemaal van die repen die je bij ons niet hebt. Zoals die Reese's peanut butter en zo. Kijk dan, wat is dat? En KitKat met cookie dough en peanut butter. Nou, wij zijn weer terug. We hebben even chippies gehaald en zo. Lang dagje gehad, we waren vroeg op, dus we gaan zo lekker hangen, tv kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!